Het fruitcazoo lijkt gered. Nou ja, het meest opvallende is dat de regio Rivierland, Fruit Delta Rivierland, heeft gezegd van we willen graag het corso gebruiken, ook voor onze lobby en branding. En dat betekent eigenlijk twee dingen die we hebben besloten. Eén is dat we dit jaar ook gastheer zijn voor het corso. En dat we daardoor een fors bedrag ook in het corso steken om dat gastheerschap vorm te geven. En het tweede is, en dat gaan we jaarlijks doen, is dat we ook een symposium gaan organiseren als regio rondom het fruitcorso. Dat zal waarschijnlijk op de vrijdag voor het corso weekend zijn. Waarin we onze Fruit Delta Rivierland nader willen presenteren. En we willen daar dit jaar alle projecten die gehonoreerd zijn straks voor het regionaal investeringsfonds, die willen we daar zichzelf laten presenteren op dat symposium. Er gaat ook een denktank van start om vorm te geven aan Fruitcorso 2.0. Het Corso is nu een aantal varianten aan het bekijken, het Corso bestuur, in samenwerking met de clubs. Ik denk dat het heel goed is dat men kijkt naar het verdienmodel, als je het zo mag zeggen, van het Corso. Het is natuurlijk wel een evenement wat ook heel veel geld kost. Allerlei eisen zijn natuurlijk ook toegenomen als het gaat over het Corso. De producten zijn gewoon, kosten meer geld, et cetera. Nou ja, je wil naar de toekomst toe ook een bestendig corso hebben. Want het is een uniek evenement wat zeker niet verloren mag gaan. En het is denk ik goed dat het bestuur kijkt naar verschillende mogelijkheden om naar de toekomst toe ook dit evenement overeind te houden.